De auto van de burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders, is in brand gestoken. Nog onduidelijk wie er precies achter zit. Hij krijgt nu extra beveiliging. Maar is dat terecht of niet? Die vraag stellen we vandaag in de straatvraag. En we zijn in Haarlem, de Amsterdamstraat. Belachelijk. Waarom niet? Het is ook gewoon een mens. Wij krijgen ook geen extra beveiliging. Misschien een beetje in de gaten houden hier en daar, maar extra beveiliging. Ik vind het een beetje overdreven met een beveiliging. Als je hem hebben moet, dan pakken ze hem toch. Of niet? Als je mij moet hebben, dan kan ik wel beveiliging krijgen met 5 man. Maar als je me moet hebben, pakken ze me toch. Waarom zou het niet helpen dan beveiliging? Nou, er wordt toch niks gedaan, joh. Er wordt een beetje over, ja, hoe moet je het noemen? Een beetje bluf, denk ik. Denk ik, hoor. Dus andere mensen denken er anders over. Een mens is een mens, vind ik dus. En iedereen is zelf tegelijk. Ja, want hij durft wel dingen aan te pakken. Dus dan vind ik dat terecht. Ja, ja. Bent u bang voor het lot van de burgemeester? Bang? Ja, het is wel eng, maar om nou te zeggen dat ik echt bang ben, dat nou ook weer niet. Nee, nee. Maar er worden er meer in de fik gestoken en die mensen krijgen ook geen beveiliging. En omdat hij de burgemeester is, krijgt hij beveiliging. Maar vind ik flauwekul. Het is toch een goed mens, waarom niet eigenlijk? Als kunnen ze nu gang maar gaan, toch? Hij heeft zelf wat uitspraken gedaan op televisie en in de krant over de vermeende brandstichter. Hè? Want het is, we praten altijd nog over een verdachte, het is helemaal niet zeker. De Hells Angels. De leider van de Hells Angels. En daar zal hij ook zijn verantwoordelijkheid voor moeten nemen, vind ik. En als hij dat dan doet, dan moeten wij van gemeenschapsgeld moeten hij dan weer extra beveiligd worden. Vind ik onterecht.